De Middelburgse Commerciecompagnie was een van de grootste slavenhalers van Nederland. Een gedenkteken herinnert ons tegenwoordig aan een van de treurigste episoden uit onze geschiedenis. Het slavernijmonument in Middelburg. We zijn hier aangekomen bij het Zeeuws slavernijmonument. En de kunstenares heeft daarin willen tot uitdrukking brengen het samengaan. De gezamenlijkheid die in de geschiedenis zit van ons allemaal, hier in Zeeland. En de samenhang daarin is voor de Zeeuwse samenleving van belang. De geschiedenis die we samen hebben, om dat tot uitdrukking te laten komen. Eigenlijk is het best opmerkelijk dat de Zeeuwen zich zo op de handel in slaven hebben gestort. Want veel zeelieden uit Zeeland waren zelf slachtoffer van slavernij geweest in Noord-Afrika. En een van de eerste slavenschepen die ons land aandeed, werd in de haven in Middelburg aan de ketting gelegd. En op last van de burgemeester werden de slaven vrijgelaten. Slavernij zou binnen de Nederlanden trouwens altijd verboden blijven. Maar in de overzeese of transatlantische slavenhandel van Afrika naar Amerika speelden de Nederlanders wel een rol. Het was de West-Indische Compagnie, met ook een kamer in Zeeland, die het officiële Nederlandse deel van de handel voor zijn rekening nam. En vrijwel direct na de 80-jarige oorlog het alleenrecht kreeg op de handel in slaven met de Spaanse koloniën, ook wel de Asiento genoemd. In dezelfde periode ontstond er vanuit Zeeland een smokkelhandel in slaven. Want tot dan toe had de West-Indische Compagnie het alleenrecht, het monopolie op de slavenhandel. En rond 1700 was de smokkelhandel, de Zeeuwse smokkelhandel, ongeveer even groot als de handel van de West-Indische Compagnie in de Afrikanen. Het Asiento ging rond 1715 verloren en vanaf dat moment waren particuliere ondernemers, particuliere slavenhandelaren actief in de transatlantische slavenhandel. En driekwart van die particulieren kwamen uit Zeeland. De grote vraag is natuurlijk waarom nu juist de Zeeuwen zo'n groot aandeel in de Nederlandse slavenhandel kregen. En uiteindelijk zo'n 270.000 van de 600.000 Afrikanen naar Amerika verscheepten. Dat kwam doordat Zeeland tijdens en na de opstand afgesneden werd van haar belangrijkste afzetgebieden Brabant en Vlaanderen. Dat betekent dat eigenlijk de reguliere handel in de loop van de 17e eeuw sterk achteruit ging. En als een consequentie daarvan gingen Zeeuwse ondernemers zich vooral concentreren op een aantal hele specifieke activiteiten. Eerst kaapvaart, later slavenhandel. En een van de belangrijkste Zeeuwse partijen in de slavenhandel was de Middelburgse Commerciecompagnie, waarvan het hoofdpakhuis nog steeds aan de balans staat. In de Sint-Joris-doelen, schuin tegenover, werd door de directie en aandeelhouders vergaderd. In het Zeeuws archief vinden we nog scheepsjournaals van slavenschepen en het complete archief van de Middelburgse Commerciecompagnie. Deze documenten gunnen ons een blik in de organisatie van de handel en het leven aan boord van een schip. De slaven werden ingekocht aan de West-Afrikaanse kust, maar op veel verschillende plaatsen in kleine aantallen. Er bestond dus niet iets als een centraal slavendepot. Sommige bronnen die zeggen dat dat er wel heel duidelijk geprobeerd werd om ervoor te zorgen dat de slaven zo gezond mogelijk aan land werden gebracht. Aan de andere kant lees je ook de meest verschrikkelijke verhalen. En zeker op het moment dat er een besmettelijke ziekte als tyfus of dysenterie uitbrak, dan was de sterfte fenomenaal. Maar de gemiddelde sterfte was ongeveer 18%. En dat is even hoog als de sterfte onder de bemanning. Het heeft bijna twee eeuwen geduurd, tot 1814, voordat aan de Nederlandse slavenhandel een eind werd gemaakt. Het zou echter nog tot 1863 duren voordat slavernij ook in de koloniën verboden werd. Op 2 juli 2005 werd op de Balans in Middelburg het slavernijmonument onthuld. Ieder jaar wordt hier op 1 juli de afschaffing van de slavernij gevierd en de mensen die leden onder de slavernij herdacht. Ik vind het van
heel groot belang dat dit monument er is. Omdat de mensen met de aanwezigheid van dit monument kunnen blijven gedenken. En ook kijken wat is onze gezamenlijke geschiedenis geweest. Hoe komen we verder? Want wat achter ons ligt, ligt achter ons. Maar het heeft wel betekenis. Het zit ook besloten in de mensen, in hun harten. En voor de toekomst is het van belang om dat mee te nemen. De zwarte bladzijde in de Zeeuwse geschiedenis is de slavenhandel. Hieraan en aan het systeem van gedwongen arbeid in meestal verschrikkelijke omstandigheden in Amerika herinnert het Slavernijmonument in Middelburg.